Ik heb voor meer mensen dat opgehaald dat ik dacht, nou, daar is dat leuk voor. Ik vind het zo grappig dat dingen die je dan normaal voor jezelf vroeger heel normaal vond en gewoon deed, dat die dan nu zo beangstigend zijn bij het idee dat je kind dat eventueel kan gaan doen. Echt, al die drap. En schrik. Kijk, deze. Dus vandaag zei ik, vertel het niet. Je ziet het zomaar. Het is donderdag en ik heb net aangekleed opgemaakt snel. Ik moet eigenlijk mijn haar wassen, alleen als ik nu mijn haar was, dan moet ik met nat haar in de vrieskou, want dan krijg ik niet op tijd gedroogd. Sarah, wat wil je op je brood? Ik heb pindakaas, ik heb jam. Ja, en op de ander? Jam. Oké. Sarah blijft vandaag over, dus... Ik maak even twee boterhammetjes voor de klaar. Kan ze die zo meenemen. En dan gaan we zo de kamer in. We zijn aan het lopen naar school. Vandaag even zonneslee. Kom je? Ja. Oh, je zak je broek af. Ja. Ja, je bent wel zo slank dat al je broek afzakken altijd, hè? En ik ben blij met mijn muts extra vandaag, want het is echt maar. Het ziet er niet uit. En nu... Zeg eens op school, ga ik even snel wat ophalen. Dat is echt leuk, daar kwam ik tegen. En dat is toch hier in de buurt, dus ik wandel gelijk even door. Ik heb twee tassen helemaal vol spulletjes. Eindelijk thuis, echt. Oh, wat heb ik het koud. Het is, nu is het zonnetje aan het schijnen. Nu wordt het lekker, maar... Oh, het is echt... Een koude ochtend en mijn haar zit nu helemaal niet meer, maar goed, ik had toch die muts op. En ik ga eerst thee drinken, dan wassen. Bij de spelletjes ook één spelletje dat ik aan mijn broertje wilde geven. Twee spelletjes die ik zelf wilde. En ik heb voor meer mensen wat opgehaald dat ik dacht, nou, daar is dat leuk voor. Dus ik ga dat wel gelijk even verdelen en klaarzetten. Ik heb zelf nu kolonisten van Catan, Take 5 en Zoom In. Eindelijk lekker mijn haar gewassen en ook echt helemaal opgewarmd gelijk lekker van die hitte douche. En dat had ik echt wel even nodig, want ik was zo koud. En nu tot op het bot weer warm. Ik moet even opschieten, want als het goed is, komt er niet zo langs. Ze gaan morgen waarschijnlijk slash misschien schaatsen met school. Maar ik heb geen schaatsen voor Sarah en ik had online gekeken... Alleen de levertijd is al na morgen. Dat was gisteren of eergisteren al. Maar dat komt een dag later, dus daar heb ik niks aan. En echt, ze vragen over de 100 euro voor schaatsen. En dat voor 1 uurtje schaatsen met school. Ja, dat vind ik echt te gek. Ik vind het niet erg om geld uit te geven, maar dat vind ik wel echt te veel. En wie weet passen die schaatsen gewoon nooit meer voordat er weer ijs ligt. Dus... Dat zag ik niet helemaal zitten. Maar Denise had nog schaatsen. Maar Sarah heeft 30, 31. En die schaatsen zijn maat 34. Dus, maar die brengt ze even langs. Want ik had ook nog een paar dingetjes voor haar. En dan gaan we dus vanmiddag even die schaatsen passen. Hopelijk met een paar sokken extra. Of 2 paar sokken extra. Dat Sarah ze dan wel past. En anders zal ze het met haar sneeuwlaarzen gewoon moeten doen. Want ze zeiden al... Als je geen schaatsen hebt, kunnen ze gewoon met de snowboots erop. Maar ja, eerst ook nog afwachten of het ijs morgen stevig genoeg is. Want ze willen dat wel echt zeker weten. Waar ik het ook mee eens ben. Want echt, zo stom. Vroeger ging ik zelf altijd op het ijs. En dat was er ook meer. En nu het idee dat mijn kind erop gaat, dat vind ik dan echt heel eng. Dat ik echt denk, oh, dan zak ze erdoor of wat dan ook. Ik vind het doodeng. En ik vind het zo grappig dat dingen die je dan normaal voor jezelf vroeger heel normaal vond en gewoon deed, dat die dan nu zo beangstigend zijn bij het idee dat je kind dat eventueel kan gaan doen. Echt, ja, apart vind ik dat. Nou, ik droog alleen maar haar even het ergste af.
En dan droogt het wel. Ik ben voorlopig toch thuis. Dus een luchtdroger droogt bij mij toch altijd het beste. Deze heeft de schaatsen gebracht. En ik ben echt zo benieuwd als ik ze eruit haal. Of ik ze dan al gelijk af ga keuren van dit is nooit te doen. Of misschien dat ik toch denk van nou dit gaat het dan kunnen worden. Ja, het zit er eigenlijk een beetje tussenin. Het is wel echt groter dan de schoenen. Maar misschien met sokken dat het wel werkt. Zit hier in ieder geval een ding in. Dat is wat makkelijker, ook nog passen. Nou, dan ga ik proberen. Keur ze in ieder geval niet gelijk af, maar ik heb wel zeer mijn twijfels. Ik heb de tafel zo gezet. Ik was alles aan kant aan het schuiven, omdat ik aan het stofzuigen was. En ik wilde mijn bloemen, omdat die nog maar voor de helft goed waren, opnieuw in een vaas doen. En toen dacht ik, laat ik het eens proberen. Ik ben alleen nog niet uit wat ik ervan vind. Maar ik ga hem voor nu even zo laten staan. En dan later beslissen. En anders zet ik hem weer terug. Ik ben weer onderweg naar school. En echt, dit zijn die dagen, dan gaat het smelten. En dan wordt het juist zo glad. En dat vind ik het ergste stukje aan sneeuw in Nederland. Deze vaas gaat drooien. Al die drap, schuivende ijsstukken. Levensgevaarlijk. Echt. Ik ben meer gemaakt voor de lentezomer. Sarah is weer thuis uit school. En we gaan nog even, voordat ik ga koken, dat nieuwe spel spelen. Zoom in. En hoor, dus dit spel wordt bij en dan moet je dingen in vinden. Nou, dat is natuurlijk om helemaal gek van te worden. En we hebben een gedeelte van de regels al gelezen, maar er zitten nog allemaal extra's in. Dus wat zeg jij? In 15 seconden? Ja, nee, het verschilt. Want je had ook deze dingen. Hier krijg je extra tijd en er zitten weer extra regels aan. Die zitten er ook tussen. Dus zeg maar als je klaar bent, want dan draai jij de kaart en ik de tijd. Of nee, het was gewoon wie je het eerste vindt. Ja. Oké, dus draai de kaart, leg hem open op tafel. Dan kunnen we zoeken een speld. Dus dit moeten we zoeken op het bord. Je mag ook draaien. Ja, je mag het bord draaien. Ook tijdens je beurt. En als je ze niet gevonden hebt, dan moet je hem openleggen en dan tot 4. Ik heb de eerste van. Dan draai ik hem om en dan moeten we alleen even kijken. Het is de maan. 15 seconden gaan draaien. En dan als hij los is. Zoek als je. Nee, laat me niet af. Je mag meezoeken, hè? Maar je mag hem niet aanwijzen. Oh, te laat. Ik heb hem niet. Ik mag meezoeken. Was het deze? Nee, het is zo'n Alaminland, zeg maar. Nee, je hebt hem ook niet. Oh, dat is gewoon een 2. Daar ga je 2 punten mee verdienen. Maar die is evenveel tijd. Gaat-ie. Go. Ik stel dat ik helemaal gek van te worden. Ja. Zo. Ik heb dit niet meer. Ja, dan moet je hem onthouden. Heel Bert, maar omdat ik mag draaien. Dan moet je het zo. Nee, je moet niet zeggen. Want, maar ik draai, dus je moet hem wel goed in de gaten houden. Want als ik hem draai. Oh, ik heb er nu 1 gevonden. Welke? Ja, dat is echt niet. Nee. Nou, je hebt geluk, want het rijdt bijvoorbeeld naar 30 seconden. Ga maar. Wat is nou? Nee. Ik hou er mij niet in de gaten. Oeh, ja. Maar ik heb er dadelijk 1. Dan kan ik nog verder zoeken zo. Melk. Draai de tijd maar. Eerst op stop. En dan op 15 seconden. En dan start. En start. Kijk, deze. Dus die heb ik. Nee, laat het tijd door. Ik mag nog verder zoeken. En jij mag in de volgende keer een kaart openen erbij. Heb je een gewone? Ja. Nee, kijk even. Nee? Ja, en dan go.
Je mag één van die zoeken en ik kan meezoeken, want dan heb ik in mijn dirty screen. Mama, hier is er eentje. Ja. Ja, en jullie zoeken die even gezien? Leuk, verder zoeken? Ja. Oeh, je hebt een punt. Ja. Dus dit zijn jouw punten. Ik heb Oké, dan draai ik er één. Nee, ik heb ook. Nee, ik mag het gevonden. Oké. Dus dit is ook een gewone. Nou, het spel was wel grappig, alleen toen hield de klok er eigenlijk bijna helemaal mee op. Dus ik had hem helemaal opengemaakt, maar ik kreeg hem niet aan de praat weer helemaal. Want hij draaide nog en toen sprong die eruit, de onderdelen. Dus ik had hem redelijk weer goed gekregen. Nou, ik moest ook gaan koken, dus ik heb ook geen tijd meer. Dus Sarah die heeft de oom opgebeld en gevraagd of die hem kan puzzelen. Dus we gaan hem in ieder geval zaterdag even langsbrengen. En nu sta ik te koken. Het is zo leuk. Want Sarah vraagt altijd 100.000 keer wat we gaan eten. En dan vergeet ze weer, oh ja, oh ja. Dus vandaag zei ik, ik vertel het niet. Je ziet het zomaar. En ze kan echt niet uitstaan dat ik het niet zeg. En ze mag dus niet in de keuken komen nu. Ze zit verplicht tv te kijken. Nou is dat geen straf voor haar. En ze moet afwachten. Maar ze vindt het zo moeilijk. Dus nou, we gaan zo zien of ze er blij mee is. Nou, we gaan Sarah verrassen met, dat weet ze nog niet, ogen dicht houden. En kijk maar. Pasta met tuinerwten. Dat vind je lekker, hè? Ja. Ben je blij? Ja. Ja, verrassing. Zo leuk. We hadden net die pasta op, maar Sarah is dus gek op die pasta en Marco vindt hem niet lekker. Dus ik maak de pasta alleen maar als Marco er niet is. Maar er zijn wel meer dingen die Sarah en ik graag eten, maar Marco niet. Dus ook niet altijd dan. Maar Mila had hier natuurlijk vorige keer gegeten en die vond de pasta dus ook zo lekker. Dus we hadden een bakje voor Mila en die Sarah ze net gaan brengen na het eten gelijk. En toen kregen we net, toen ik Sarah bed aan het leggen was, kregen we een app van dankjewel. En ik vond het zo lekker, ze was er zo blij mee. Het was zo schattig. Want haar moeder had het vorige keer geprobeerd te maken ook. Maar aan de hand van Mila's omschrijving. Dus niet zoals ik hem dus precies maak. En die was dus niet hetzelfde. En dat was niet zo'n succes. Oh, ik zoek mijn camera om mijn beeld te gaan inladen. Maar ik moet natuurlijk iemand. Dus ze was helemaal blij met de pastaatje. Echt zo leuk. En we hadden er expres wat extra voor gemaakt. Dan konden we en een bakje voor opa doen en een bakje voor Mila. Dus helemaal leuk. En ik denk, nou, dan kan ze hem eventueel in de vries zetten of in de koelkast vanmorgen of zo. Maar ze had hem dus al op. Echt zo leuk. Het is ook leuk als mensen dan blij zijn ergens mee. Dat vind ik altijd echt, ja, ik weet niet. Wij hebben na het editen tv gekeken. Marco kwam kort in naar huis nadat ik klaar was. En toen ging Marco naar bed. Toen ging ik heel even kijken, ben ik in slaap gevallen. En dat was niet heel lang voor bedtijd. Ik heb niet zo heel lang geslapen. Ik ben net wakker geworden, maar ik wil wel gelijk door naar mijn bed. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik je onder even op abonneren. Dan zie ik je morgen. Doei doei.